Hello. Non. Dit wel van ver. Oké, gaan we hier op spelen? Ja. De mensen die kunnen misschien gewoon een beetje dichter aan de stoel zetten. Niet langer tussen vier muren of verbleekte dromen. Maar zoveel ruimer woon je nu. Met een vergezicht op altijd en tot nooit meer trist. Hoe groot of klein we ook waren of zijn, in the end, my friend, worden we allemaal even licht met gratis vervoer van ster tot ster. Piet was een uniek figuur, een veelzijdig muzikant, een straatartiest die onder meer muziek en poëzie schreef. Eigenzinnig, speciaal, complex, grappig, snedig, wijs, soms moeilijk, plezant, ondoorgrondelijk. De weg van Piet Fourier. Als je het mij vraagt waar de weg is, dan antwoord ik: ik weet het niet. Als je mij vraagt waarheen ik ga, dan zeg ik: ik weet het niet. Als jij het weet, vertel het mij dan niet. Ik ontdek het zelf wel. Ik vind mijn eigen weg. De reis is lang, de verwondering blijft. Ik volg mijn neus en mijn hart. Ik zie wel waar ik terecht kom. En als je me vraagt hoe lang de reis duurt, dan antwoord ik ook: ik weet het niet. Ik heb de weg reeds vaak gevonden en hem ook vaak kwijtgeraakt. Maar toch blijf ik zoeken. Wat zou ik anders moeten doen? Als je me vraagt wat belangrijk is in het leven, dan zeg ik: ik weet het niet. Als je me vraagt waarin ik geloof, dan antwoord ik: ik weet het niet. En als ik het al wist, ik zou het je zeggen. Volg gewoon je hart en alles komt goed. Misschien vinden we samen ooit de weg en geraken we hem samen ook weer kwijt. Als je mij vraagt waar en wanneer, dan antwoord ik: ik weet het niet. Rust zacht, Piet Fourier. En Paul, wil jij nog iets zeggen? Ja. Ik denk dat Piet nu ergens piano aan het spelen is. In de hemel. Of misschien in het vaagvuur. Thank you.
Was je op zoek naar wat je eerder door de geest ging en dat was beslist lustig. Vandaar. Nu is er de kade, de uitvaart en het uitwuiven. Zekerheid, de vriendschap, schap, de afscheid. Alles voor de kunst. Ijver voor het subsidiëren van de aankoop van een elektrische piano. Andere lustige bedenkingen zijn piano, wel onder de tekst. Luid en duidelijk vinden het werkelijke van het zijn, duidelijk als iemand erop wijst, zoals nu het afscheid. En dan zijn er krootjes sinaasappels, salupi. Niet gaan vandaag. Maar de eerste zin is: c'est un beau roman, c'est une belle histoire. Thank you.
Mm-hmm.